afwijzing vanuit het verleden. Of niet? Ja. Wat is je naam? Daniel. Vader. Ten eerste. Ik ken iemand die je moet vergeven. Het heeft jou gedreven tot waanzin. Het heeft jou gedreven tot van dat je eigenlijk geen zin meer had om te leven. Klopt dat? Ja. Ja. Dank je wel, vader. Dat ik Daniel mag brengen in uw nabijheid. In uw kostbaarheid. Dank je wel, vader, voor Daniel. Daniel was een man Gods. Daniel die deed niet met de horde mee. Hij deed wat de Heer hem gebood. En je bent op de weg. Tuurlijk, het is hier te makkelijk. De afkeuring die mensen je kunnen geven. De smeren die mensen je kunnen geven. Want je bent zo zacht. Je bent heel erg lief. Maar je bent ook intelligent. En ik kan het allemaal gebruiken, zegt hij. Maar ik heb jou niet voor niks op deze aarde gezet. Ik heb je ook op deze aarde gezet met een doel. Een doel om een ambassadeur van mijn koninkrijk te zijn. Een doel om mijn glorie te zien, te ontdekken. Mijn kracht. Mijn liefde en mijn genezing. En ik doorstroom je nu van top tot teen met genezing. In Jezus naam. Van nu. Jezus naam. Van genezing. Van nu mijn genezing. En ik wist het. De negatieve gedachten, ik reset ze en ik zet ze onder de kleister van de Heilige Geest. En elke juk dat op je gelegd is, ik verbreek het in Jezus naam. Vloeken ook. Juist, elke generatie vloeken. Ik verbreek het in Jezus naam. En ik spreek uit vrijheid. Vrijheid. In de naam van Jezus. En elke psychiatrische stoornis. Eruit. Nu. Yes. Oeh, dat is gebeurd. Wow. Ontvang alsjeblieft. Ontvang. Blokkades eruit in Jezus naam. Elke blokkade eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus' naam, ook voelt hard kloppen. Hier dank je wel voor het vleeshart. Dank je wel voor het scheppende wonder. Dank je wel voor het emotionele scheppende wonder. In Jezus' naam. Dank je wel, vader. Dank je wel. Wat gebeurt er met jou, Daniel? Mijn hand begint te trillen. Ja. Linkerhand. Dank je wel, vader. Zo ontvangen. Ontvang in Jezus' naam. Ontvang. Ontvang. Ik zie verandering in jouw plaats zitten. Ik zie verandering in de geest plaats zitten bij jou. In Jezus' naam. Vrijheid. Ja. Geest. Ja, ontbind je al. Ontbind je al vanuit het verleden. Ja.
Ik spreek in de hoop voor de toekomst. Nu. Voor jou uit in Jezus naam. Jezus naam. Ja, Heer, activeer Vader. Heer, ik dank u wel. Jezus naam. Zijn jullie een stelletje of wat dan ook? Of is een vriend weer? Vriend. Vriend, oké. Okay. Is goed. Halleluja. Jezus. Zet een stap vooruit in de toekomst met Jezus. Een vernieuwde stap in Jezus' naam. Halleluja, wat gebeurt er? Ik zie iets gebeuren in snel. Zien jullie dat? Wat voel je? Amen, vreugde. Halleluja. Prijs van Jezus. Halleluja. Halleluja. Pas voor je afgegaan. Ja, amen. Ja. Halleluja. Ja, echt. Amen. Halleluja. Ik zie echt woorden. Ja. Zijn hier nog mensen? Het werkt allemaal. Ja, dankjewel. Anders gooi ik hem af voor de kanaal. Zijn er nog meer mensen die... Ja, deze. Oh, ik hou van Grietje. Ja, nou, dit is mijn bonusdochter. Ja, bonusdochter. Ja, zo is dat. Halleluja, prijs komen Jezus. Wat mag die Heer voor jou doen? Ik had eerst niet zoiets van, ik ga naar voren doen. Amen. Ik ben oké. Okay. Ja. Ja, ik vind het ook niet zo heel erg. Maar misschien kan God iets betekenen voor mijn hart, want mijn hart is ergens nog wel gebroken. Ja, en er zijn veel belangrijke mensen in mijn leven. Ja, mijn vader heeft mijn hart gebroken. En mijn eerste liefde heeft mijn hart ook gebroken. En dat heeft ertoe geleid dat ik 20 jaar mijn hart niet kon openen. Voor mijn ex-man kon ik mijn hart niet openen. Ik ben 1,5 jaar geleden gescheiden. Ik denk dat het al ook een groot deel is geweest, hè, waarom het ook mis is gegaan. Ja, dat heeft God me wel geopenbaard en misschien is dat wel goed. Heb je ze vergeven? Ja, ik heb ze wel vergeven. Ja, ze waren ook mens. Ja. Maar vergeven vanuit gevoel of vanuit geloof? Ja, wat is het verschil? Je kan gaan zeggen van ik ga iemand vergeven vanuit geloof. Ja. Dan is het dat mijn emoties er niet bij zijn. Of ik heb iemand ook kunnen vergeven vanuit mijn gevoel. Ja, ik denk dat ik het wel begrijp dat het zo kan gaan. Ja, nee. Ik begrijp mijn vader niet. Ik begrijp niet dat je op een bepaalde manier met je kinderen omgaat. Nee. Ik ga voor je bidden. Mag ik jezelf met ook? Ja, zeg. Ik voel zo dat ik aan God zijn. Vader, ik kom met Priscilla bij. En ik dank u ten eerste weer voor wie zij is. En de Heer zegt, mijn dochter, je bent heel gevoelig. Als kind zijnde was je heel vrolijk en vrij. Zie ik jou buiten spelen, touwtjes springen, klikken. En had je heel veel vriendinnetjes had je om je heen. Maar Priscilla, je bent een magneet. Een magneet voor mijn liefde. En als je een magneet bent, dan trek je heel veel dingen trek je aan. Maar dan kan het ook wel eens een keer fout zijn, dat je foute dingen aantrekt. En je maakt af en toe teleurstelling mee. En dat komt omdat je zoveel vertrouwt op mensen, maar vertrouw niet iedereen. Dat wil ik je meegeven, vertrouw niet iedereen. Want als je mensen gaat vertrouwen, kun je ook soms beschaamd uitkomen. Maar
met die vandaag. Vandaag is het een nieuwe dag. Een dag van mijn glorie. Een dag van mijn grootheid. Een dag dat ik mijzelf aan jou laat zien. En ik genees je. Ik genees je. Alle teleurstelling, alle bitterheid, alle frustratie, alles vanuit het verleden, gebied ik om eruit te gaan. Jezus. Vader, raak jouw hart maar aan. Raak jouw hart maar aan. Doorstroom mijn hart maar van top tot teen in de naam van Jezus. Jezus. Je bent een mooie persoon. Je bent getalenteerd. Ik zie heel veel kleuren rondom me. Heel veel kleuren. Eigenlijk wel alle kleuren die er zijn. En als ik jou vraag welke kleur hou je van? Ja, dan heb je heel veel kleuren eigenlijk die je van houdt. En dat is juist het mooie van jou. Heel veel kleuren. En de Bijbel zegt, zie mijn dochter, ik maak alle dingen, maak ik nieuw. Maak alles nieuw. En wanneer zou je het gaan doen? Vanaf nu. Vanaf vandaag. In Jezus' naam. Ontvang. Ontvang. Ontvang mij. Zijn genees. En elke teleurstelling. Elke afwijzing. Ik verbreek dat in de naam van Jezus. En Vader, ik wil u vragen, Heer. Wilt u haar hartpalmen balsemen? Want ze heeft een heel lief, zacht hart. En dat zegt de Heer tegen mij. Mijn dochter, je hebt een lief, zacht hart. En die gaat nu kloppen. De versteendheid zal nu eruit gaan. Jezus. Jezus. Gebeurt het met jou, Giselle? Gebeurt er? Ik heb het gevoel dat ik heel... Ja? Nieuwe lucht krijg of zo. Nieuwe lucht? Ja. Adem eens in. Van je verstand. Ah, Jezus. Ah, meer van u. Ja. Meer van u, Vader. En al mijn emoties eruit. Al mijn verleden eruit in Jezus' naam. U erin, Vader. Uw geest erin. Heer, doorstroom me maar van top tot teen, zeg het maar. Doorstroom mij, Heer. Tot tot teen. Tot tot teen, in Jezus' naam. Ja, ik voel gewoon het... Ja. Gewoon het... Oh, hier doe maar. Eruit. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ja. Halleluja. Je bent schoon, zegt hij. Oké. Je bent schoon. Ik stop. Ja. Halleluja. Mooi. Halleluja. Amen. Jezus. Halleluja. Halleluja. Ja. Prijs kom je, zijn er meer mensen? Ja. Ah. Ja. Ik heb de laatste paar dagen ik een dag of drie last van mijn linker boven de achterste kies. Hier is het al in uit. Dus ik weet niet, dus ik hier vanmorgen al in het bidden. Ik zeg vannacht al, hè. Ik zeg heer, dat die pijn weggaat, dat die zenuwontsteking overgaat. En vannacht heb ik dus goed geslapen. Ja. Maar toen, overdag heb ik er weer last van. En van ja. Met kou, weet je wel. Betonkoek eten. Dus nu, nu. nu is het wel weer. Niet dat het heel veel pijn doet, maar ik wil het gewoon voor laten bidden, want ik heb er gewoon last van. Ja. Dus. Vader, dank je wel. Heer, ik wil niet alleen bidden voor de kies van de bodem, maar ik vraag weer uw geest om het aan te raken. En alle emoties vanaf de laatste tijd, eruit, alle negatieve emoties, eruit in Jezus' naam. Dank u wel, voor kies ook. Dank je wel, Heer, dat ik ook moeder en dochter weer samen heb gebracht. Ja, alle emoties eruit.
Die emoties eruit in de liefde van God, die doorstroomt jou nu van top tot teen. In Jezus naam, halleluja. Ja, als ik het niet doe, dan kan jij het creëren. Dan ontvang ik te veel, dan leg ik straks hier op mijn snuffertje. Heer, ik dank je. Nou, bij de even op die deurtand. Zilverpapier. Ja, even zilverpapier ertussen. Nee, joh! Nee, en voelen dat ze een geliefde kind van de Heer is. Heer, dank je daar ook voor. Geliefde dochter. Geliefde dochter. Zo geliefd. Zo dicht aan mijn vaderhart. Oh, mijn lieve schat, zegt hij. Ik heb je lief. Doorstroom jou. Nu. Van tot tot tot. Ik gebied het. De autoriteit van de Heilige Geest. Gecontroleerd eruit gaat. Elke negatieve emotie nog eruit. Jezus. Doorstroom. Jezus. Halleluja. Hey, dat kun je beter zien, hè, zonder bril. Oké, daar had ik ook niet voor gepeken. Nee, mens. Nee, er is iemand voor jou. Ja. Weet je, ik hoorde het woord vader. Je mag als je vader zijn. Gewoon als een papa. En dan is het niet alleen de vader van je kinderen, maar ook gewoon zo rondom jou, dat mensen jou mogen zien als vader. En dan zegt de Bijbel, jong en groen zoals ze zijn, ook in hun ouderdom. Nou, je bent niet oud, je bent ook niet dom. Dus ik spreek uit, jong en fris zullen ze zijn in de naam van Jezus. En ik gebied nu het lichaam te functioneren zodat God het bedoeld heeft. En ook de allerkleinste kleine vorm van kanker, wat er misschien nog zal zitten, eruit in Jezus naam. Want ik dank u wel, vader, dat u mij in kan genezen van kanker. Heer, nu wil ik vragen dat u zijn bloedvaten nu aanraken. Dat u zijn bloedvaten doorstromen met uw kracht van tot tot heen. Dat hij kan lopen als een jonge kieviet. In de naam van Jezus gebied ik nu om te lopen als een jonge kieviet. In Jezus' naam. Lichaam. Functioneer zodat God het bedoeld heeft. Jezus. Jezus, dank je wel, meneer. Even eerst langzaam lopen, hè? Niet te hard in één keer. Oké, probeer het eens even. Nee. Vader, als jong kind, nee, probeer eens even iets. Ga eens even een boekje maken, zo. Nee, ik hou je vast in je nek. Ik heb hem in zijn nek vast, dus dat kan helemaal niks gebeuren. Oh, kom eens even. Even een daad van geloof. Halleluja. Nog eens een keer. Doe eens. Loop in Jezus naam. Niet liggen had ik gezegd. Ik had gezegd loop in Jezus naam. Vader, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel, vader.
nu op dit ogenblik, Vader. Halleluja. Bloed, Vader. Open. In Jezus' naam. Bloed, stroom. In Jezus' naam. En ik spreek leven uit. Leven, ook hart, door stroom. Dit ogenblik wil ik ook het hart verzoeken in de naam van Jezus om zijn normale capaciteit aan te nemen en in te nemen zodat God het bedoeld heeft. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Halleluja. Jezus, kom in Jezus. Oké. Ja. Voor slapen. Ja, ja, ja. Dan gaan we het zo doen. De beste die krijgt de meeste portie. Wat al die anderen niet hebben ontvangen, die krijgt die persoon. Dan krijg je gewoon blubber in je benen. En dan gaat er een verandering plaatsvinden. Van het hart, enzovoort. Zijn er meer mensen? Lijkt erop. Meer mensen. Ja? Erin, kom. Ja, ze is als haantje de voorste. Ze zit ook altijd vooraan in de kip ook. Dat is alleen maar goed. Nou. Ik loop al jaren met een kiste in de halfleskeer. Oké. Okay. Vraag genezing. Oh, ja. Verwijdering. Ja. Vader, ik dank u wel, Heer. Dat u nu op dit ogenblik, Heer, ook dingen kan verwijderen in het lichaam. Heer, u zit een kiste in een halfleskeer. En we gebieden nu in de naam van Jezus om eruit te gaan. In Jezus' naam. Eruit in Jezus' naam. Eruit lichaam. Genees. Kieste. Eruit in Jezus' naam. Nu. Jezus' naam. Jezus' naam. Juist. Ja, door het striemen van Jezus. Is jouw genezing. Genees nu. In Jezus' naam. Amen. Halleluja. Kun je het ook voelen als er iets gebeurt of niet? Ja, dat voel ik wel, maar... Ja, nee, op dit moment helemaal niet. Je voelde niet meer die vleesgeer, of die andere die kiesten. Ja, ik bid ook altijd voor de Heer voor een beetje is minder... De druk. Dat je een beetje minder vet. En dan zegt de Heer, bidden in vaste. Weet je, dat helpt daar heel goed tegen onbezigers. En loop, ja. Zijn er meer mensen? Amen. Denk er wel maar eens nog even af van de prijs van Jezus. Vivio. Ik wil vragen. Afhankelijkheid van nieuwe kaart. Afhankelijkheid? Medicijnen. Waarvoor? Psychische. Oké. Antipsychotica. Wil je even wat voor mij doen? Wil je even een bekertje water ophalen? Ja. Ja, even een bekertje water. Antipsychotica. Kijk, er zijn mensen die gaan naar de psycholoog toe en lopen daar 1 jaar, 2 jaar, 3 jaar, 4 jaar. Alleen Jezus kan jou genezen van trauma's. Heb jij dingen meegemaakt vanuit je verleden? Ja. Wat heb je meegemaakt, als ik het nog weet? Heel veel emotionele pijnschade. Oké. En psychoses gehad. Psychoses gehad? Ik ben vanaf mijn 18e aan de medicatie. Oké, vanaf je 18e? 52. 52 jaar? Ja. Jezus die zegt in zijn woord... Dat hij is het levend. Levend water. Oh ja. En ik heb er 1 drupje olie bij gedaan. En wat is olie? Van de Heilige Geest. Symbool van de Heilige Geest. Dus eigenlijk zegt Vivian, vanaf de 18e tot mijn 52e, loop ik dat ik psychische problemen heb. Dus niemand kan haar genezen. Alleen Jezus. In de stroom van levend water wil ik je nu vragen om dit op te drinken.
stroom van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ik verbreek elke vorm van psychose. Ik verbreek dat in Jezus naam. Heer, en ik verbreek elke vloek vanuit het voorgeslacht. Vanuit de 10e tot de 20e tot de 30e geslacht. In Jezus naam. In Jezus naam. En ik zeg tegen jou, duivel en demonen, ik gebied jou nu, in de naam van Jezus, eruit te gaan. In Jezus naam. Eruit. Elke demon eruit in Jezus naam. Laat het overeind staan. Laat het overeind staan. Dan is een valse heilige geest. Die probeert er onderuit te komen. Ik kijk mij naar Vivian. Jij blijft gewoon mij aankijken. En ik zeg tegen jou, demon, hoe heet jij? Hoe heet jij? Wat is jouw naam? Ik hoor het woord terror. Klopt dat? Demon van terror. Eruit in Jezus naam. Nu. Gebid ik jou om onder de autoriteit van Jezus te staan. Je hand op haar hart leggen. Onder de autoriteit van Jezus te staan. En nu eruit. Vrijheid in Jezus staan. Vrijheid in Jezus staan. In Jezus staan. In Jezus staan. Jongens, steek jullie hand op. Steek je hand op, allemaal. Eruit in Jezus staan. Demon eruit in Jezus staan. Kijk mij aan, Vivian. Eruit in Jezus staan. Jezus heeft jou gekocht. En betaald met zijn kostbaar bloed. Met zijn kostbaar bloed. De demon van terreur. Eruit in Jezus naam. De demon van wazigheid. Eruit in Jezus naam. De demon van perversie. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Ik gebied jou eruit te gaan. In Jezus naam. Nu. Eruit. Eruit in Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. In Jezus naam. Eruit. Eruit, jij demon. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. Nu. Geen grond om op te staan, demon. Want ze is gekocht en betaald door de kostbare bloed van Jezus. Eruit in Jezus naam. Eruit. Eruit in Jezus naam. Eruit in Jezus naam. En eruit in Jezus staan. In Jezus staan. Kijk, nu gebeurt er iets in haar. In Jezus staan. Holy Spirit. Vul dit huis maar. Vul dit huis maar met uw glorie. In Jezus staan. Vul dit huis maar. Vul hem maar met uw glorie. Nu met uw glorie. En met uw glorie. Met uw glorie. En met uw glorie in Jezus staan. In Jezus staan. Geest van psychose, ik gebied jou nu om eruit te gaan in Jezus' naam. Geest van wanorde, eruit in Jezus' naam. Nu, eruit in Jezus' naam. In Jezus' naam. Geest van wanorde, eruit in Jezus' naam. In Jezus' naam. Eruit in Jezus' naam. Nu. Eruit. Nu. Eruit in Jezus naam. In Jezus naam. Geen dichter maar. Halleluja. Laat het maar even liggen. Pak maar even iets. Met even schoon te maken. Doekje of wat dan ook. Even bij je. In Jezus naam. Doe maar even. Ja, daar doe ik. Maak maar even schoon. Kijk, maak maar even schoon. Even. Maak het, zo, maak maar even schoon. Laat het maar even liggen. Bevrijding is behoorlijk, voor sommige mensen een beetje eng. En dat is misschien wel, maar misschien voor jou helemaal nieuw om dat te zien. Ja. Maar ze zal straks opstaan en ze zal een compleet nieuw mens zijn. Ja. Totaal. Ze zal niet langer geknet zijn door het rijk der duisternis. Maak hem op maar even schoon. Maak hem op maar even schoon. Maar Jezus wel. Jezus naam. Jezus naam. Dank je Jezus. Dank je wel Vader. Dank je wel dat u aanwezig bent Vader. Heer, ik dank je wel voor uw kracht. Heer, ik dank je wel voor uw liefde. Heer, ik dank je wel voor uw goedheid. En voor uw trouw. Heer, ik dank je ervoor Heer. In de naam van Jezus. In Jezus naam.
In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Vivian, je bent vrij. Halleluja. Oké, halleluja. Prijs de Heer. Prijs de Heer. Kom Jezus, kom Jezus. Kom Jezus. Kom Jezus, dank je wel. Dank je wel. Dank je wel, Heer, ook voor dat het thema. Dank je wel. En ook geest van depressie. Daaruit in Jezus. Daaruit in Jezus. Geest van affectie. Daaruit in Jezus. Nu, gebied ik jou in de naam van Jezus. Ja, laat me komen. Daaruit in Jezus. Jezus. Ook onrust. Ik verbreek jou in de naam van Jezus. Geest van onrust. Geest van destroy. Ik gebied jou nu om onder de autoriteit van Jezus te gaan staan. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Ontvang. En ook rusteloosheid. Rusteloosheid, ik gebied je nu in de naam van Jezus om te wijken van haar. En ik zeg tegen jou, hart, word een vlees en hart in Jezus naam. In Jezus naam. Alles vanuit het verleden, eruit in Jezus naam. Eruit, eruit in Jezus naam. Ontvang nu vrede. Liefde, trouw, goedheid, vrede en ontvang je genezing. Jezus naam, Jezus naam, Jezus naam, Jezus naam. Heer, blijdschap, giet er maar blijdschap in. Heer, giet er maar blijdschap in. Heer, 150 liter blijdschap. In Jezus naam, in Jezus naam, in Jezus naam. Blop, 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 blop. Jezus. Doorstaan. En slapeloosheid. Er ook uit! Nu! In Jezus naam. In Jezus naam. Geest van angst. Eruit. In Jezus naam. Geest van faalangst. Eruit. In Jezus naam. Geest van... Ja. Van dat, dat wil neerdrukken. Eruit. In Jezus naam. Vrijheid. Vrijheid. Nu. 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 Heer, ook alle pijn eruit. In Jezus' naam. Jezus' naam. Alle pijn vanuit het verleden. Vanaf je derde levensjaar. Gebied ik nu om eruit te gaan. Nu. Eruit. In Jezus' naam. 57 jaar. Eruit. In Jezus' naam. 57 jaar pijn. Eruit. Nu. 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 In Jezus. Jezus' naam. In Jezus' naam, welke teleurstelling eruit. Heer, en ik zet haar gedachten maar. Haar gedachten staan onder uw autoriteit en onder uw geest. Heer, ze zal vanaf vandaag heerlijk slapen, heerlijk functioneren. In Jezus' naam. In Jezus' naam. In Jezus' naam. Gebeurt iets, lieverd? Gebeurt er? Moet je een bakje tranen, een bakje onder die tranen hebben? Je hebt toch nog tranen gehad? Vreugdetranen. Vreugdetranen. Heer, geef aan mij uw vreugdeolie. Een lofgewaad in plaats van rouw. En een gouden kroon in plaats van as. En overwinning in plaats van verdriet. In Jezus' naam. Gouden kroon, plaats van aas, een nieuw gewaad, hier, nieuw gewaad, nieuw gewaad, nieuw gewaad, nieuw gewaad. Heer Jezus, halleluja. Thank you.
Zoals die ene koe, hè, die op de snelweg staat en die wil inhalen. Ja. Ja, moet je je richting aangeven. Ja. Zijn er nog mensen? Ja. Halleluja. Hoe gaat het met jouw oorzuizen? Ja, je zit er nou te denken. Ja, toch iets minder. Minder, oké. Okay. Iets minder. Vader, ik dank je wel. Heer, op dit ogenblik vraag ik u een schepper om dat te doen in de orde van de vrienden. Heer, de oorzuis eruit in Jezus' naam. In Jezus' naam. Genees. 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 Oor, genees. In Jezus' naam, ik hoor jou anders praten. Gebeurt iets in jou? Ja, ik hoor iets veranderen. Er is verandering in je plaatsgevoel. Aan nu. Oor genees. Leg die hand eens even op die oor. Ik spreek tot jouw oor genees. Hij is niet doof, hoor. Hij hoort alleen een suis. Hij wil niet alles al behoren wat hij wil horen, maar dat is iets anders. Hij is ook in die spel van het. Het suizen eruit. Suis, eruit. Ik zeg tegen jou, hart. Want daar komt het probleem vandaan. Hart, ik gebied jou nu. Elke teleurstelling. Uit het hart. Eruit. Eruit in Jezus' naam. Stenen hart. Eruit. 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 In Jezus' naam. Eruit. Vrees een hart ervoor in de plek. Nu, Vader, een transplantatie. Een harttransplantatie. Heer, al het verleden. Alle pijn vanuit het verleden. Eruit in Jezus' naam. En Heer, ik reset zijn hersenen. In Jezus. Amen. Halleluja. Wat is er met jou gebeurd, Vivian? Ik zie vooral het gevoel dat ik er echt heel veel op is geruimd. Ik heb heel veel moeten spieken. Ja. En ik weet gewoon, de Heer heeft me hier gewild. Amen. Prijs koning Jezus. De Heer heeft jou hier gewild.